volgepakte auto. We gaan voor de tweede keer meevallen. Dit jaar gaan we denk ik iets meer met bakauto aan de slag dan vorig jaar. Dat hebben we vorig jaar te weinig gedaan. Dus we gaan elkaar vissen en zoveel mogelijk vissen vangen hopelijk. Yo Simon. Hey. Wat gaan we doen? We gaan even lekker ontbijten. Stokbroodje. En vervolgens gaan we hier eens even een nieuw stuk water ontdekken. Het ziet er ontzettend goed uit, moeten we zien. Vissen op de drift. Dat betekent dat we op veelbelovende plekken en ja, eigenlijk gewoon op heel lange stukken rivier om gewoon zoveel mogelijk water af te vissen. De boot zoveel mogelijk laten driften met de stroom mee. Dus dat we, nou, ik moet alleen met de elektromotor de wind een beetje corrigeren. En dan hebben we één hengel, deze hengel met een dobber met een aasvis eronder en we hebben allebei een handhengel onder de boot met een aasvis eronder. En zo op die manier zoeken we het stuk rivier af en door gewoon goed op de dieptemeter te kijken, leer je dat stuk rivier ook goed kennen. Hebbes! Hebbes! Hebbes. Chill man, de eerste van de vakantie. Hoppa! Ik zet goed vast. Ja. Yes! Super cool man. Ja, zwaar blij mee. Oh, wat een vet beest. Super vet. Mooi buikje heeft hij eronder. Ja. Ja, we dachten we gaan even wat meer met aasvissen vissen deze trip. Want dat hebben we vorige trip helemaal niet gedaan. Dit is de eerste serieuze drift die we doen met aasvissen. We waren denk ik een uurtje of zo onderweg. En ik zie ineens die dobber plop weg. Ja die ging duidelijk ging die onder. Ja. Super mooi. Ja, de eerste meevaller van deze trip. Super vet. Ja, wat zal die zijn? 1,20 of zo? Ja, zoiets. We zullen hem dadelijk nog wel even meten voor de grap. Maar ja heel blij mee. Wat vet hè. Dus deze jongen mag weer gaan zwemmen. We zien wel een ontzettend lelijke, maar toch ook hele mooie vissen. Ja. Echt zo bijzonder. Een grote vin. Nee, niet achteruit zwemmen. Juist. En dan hoppa. Tegen waar jongen. Bier. Ja. Morgen. Dag 2. Het is een bewolkte dag. Vorig jaar hebben we eigenlijk alle meervallen aan kunsthaas gevangen tijdens de bewolking. Dus ja, dat gaan we zo meteen proberen. En als dat niks is, dan gaan we met de aasvissen aan de gang. Ik kreeg keiharde ruzie om wie er deze fles mag openen. Dus we gaan af zweepapier schaduw. Best op 3. Ja, 1. 1-0. Pop! Ah, 2-0. Shit. Nou, de hoedje zit al stevig. 10 minuten wacht. Oh, joe. Oh, die is echt lekker, ja. Ja, hè? Yes. Yes. Ik voel hem, hoor. Nou, sla hem dan. Hangen? Ja! Nice. Goed haak zetten. Oh, ja. Right. Mooi. Yes. Mooi maat. Is jouw hengel binnen? Nee, zal ik even snel binnen draaien? Ja, haal eerst de hengels binnen.
die schemeruurtjes gaan we vaker doen, man. Ja, dit is briljant. Oeh, daar gaat hij weer. De boot is al twee keer om zijn as gedraaid. Dit is geen kleintje. Maar ik heb zo'n vermoeden dat het echt een hele goede vis is, want... Moet je zien, man. Kijk nou. Ja, maat. Kan niks. Oh, mijn rug. En niks forceren, maat. Rustig drillen. Echt op heavy duty materiaal, ja, hè, dit is niet normaal, hoor. Hij heeft nog geen één keer oppervlak gezien. Hij blijft gewoon minimaal 2 meter onder de oppervlak. Ja. De dobber is nog niet eens boven geweest en die stond op goed 2 meter. Dobber boven, dobber en boven. Dobber weg. En dobber is weer weg. En hij gaat weer op de bodem liggen. Maar je hoort ook gewoon aan het geluid van die slip, hoe. Ja, je hoort die 65 pons, die neem maar hoor je kraken. Ja, precies. Oh, nu komt hij. Ja. Wow, yo! Hoe maat! Wow, dik 1,5 meter. Ja, zeker. Op zijn minst. Ja. Wow. Nou, dat is 1,70, denk je? Ja. Hij gaat nou onder de boot door, of niet? Ja. Denk je 1,70? Ik denk 1,70, ja. Ik denk wel een nieuw perretje. 1,64 was mijn per. Is mijn per. Tot nog toe. Ik denk dat ik maar eens even die handschoentjes zo zachtjes aan ga aandoen. Ja, hij zal... Hij begint moe te worden. Ik ook. Kom, pak eens aan, hè. Kom maar. Ja! Heb je hem? Ik heb hem. Yes! Yay! Kijk nou! Zie. Wat is dit vet, hé. Gruwelijk! Holy fuck! Vis is gestringerd. Hij zit vast aan de boot. Dan gaan we nu de haak eruit wippen. Zo, dat was hem al. Hij zat perfect gehaakt, hè? Hij zat perfect in het scheniertje gehaakt. Kijk! Ah! Dat is een eindje vis, hoor. Dat is echt niet normaal. Ja, maar Simon, wat heb je? Ik heb een nieuwe PR, jongen. En hoe groot is hij? Hij is 1,73 meter. Wow! Oh. Wat gruwelijk vet is. Oh. Nou, mooi. Dan gaan we even fotootjes maken. En dan wachten ze terug. Prachtig, hoor. Laat me maar eens eventjes goed zien. Man. Ik ga mijn best doen. Wat een ding, jongen. Prachtig, hè? Misschien wel een gigantische borst vinden we zo. Dat is echt niet normaal. Maar dit is ook gewoon... Hoe breed dat op zijn kop is ook, hè? Ja, hij moet natuurlijk wel zijn weg vinden door al dat struikgewas. Goedemorgen. Dag 3 vandaag. Gisteravond na de vangst van mijn leven van 1,73 op aasvis hebben we... Even de tijd genomen, 's avonds, om nog even de foto's en de film te kijken. Lekker een warme douche te nemen, we waren wel aan toe. Dus het was laat, dus we hebben vandaag een beetje uitgeslapen. Het zonnetje staat er hoog aan de hemel, het is warm vandaag. Dus het plan is om eerst even kort de stuw hier af te gooien. We zijn bij stuw. En hebben we de afgelopen 2 dagen ook gedaan, heeft niks opgeleverd. Dus, maar we geven toch even de tijd, dus vorig jaar was het goed. En dan daarna gaan we gewoon weer ellendig lange drifts maken met aasvis. En hopen dat die dobber weer ondergaat. Barbecue staat aan. Wat hebben we gedaan vandaag? Vanochtend zijn we begonnen bij de stuw. Daar heb ik 1 aanbeetje gehad. Maar verder was dat niks. Toen zijn we gaan driften met aasvissen. Net hebben we gelukkig nog wat aasvissen kunnen vangen. Dus we hebben de goede hoop dat vanavond weer gaat gebeuren. Hopelijk vanavond weer het water in. Want ja, dat zou wel vet zijn, hoor. Gruwelijk, hè? Dus bier. Dat is nieuw bier. Hebben we nog niet gehad. Een Stef Aris bier. Double cheeseburger, baguette. Hey Stef, wat gebeurde er net?
Ja, fucking zuur. We zitten heel de dag te vissen voor één aanbeet. Dat weet je van tevoren, dat is deze visserij. Dat is geen probleem. Maar dan krijg je die aanbeet en dan... Oké. Ja, hangen. Hangen. Ja. Oh, yes! Yes. Ja, er ging echt van alles tegelijkertijd mis. Het was A, een hele grote vis die echt niet te houden was. Ja, ik sta te trillen op mijn benen, maat. Heel goed. Wow. B drift weer iets te kort langs de kant, waardoor dat die zinkhout of zoiets heeft bereikt. Ik voelde de lijn schurend tot stilstand komen. Oh. Sick. Niet goed. Nee. Niet goed, hij zit vast. Ik moet schuren. Wat moet ik? En het enige wat ik nog kon doen was druk zetten en helaas ging mijn lijn dus door. Echt, ik baal er zo enorm hard van. Ja, we gaan het gewoon... Desnoods tot diep in de nacht, maar we gaan vanavond de meer vervangen. We gaan er weer. Aanslaan staat hier op film, want dat ging de vorige keer even mis. Dit is echt een hele dikke hengel. Ja, 500 gram hengel, hè. Dat slaat helemaal nergens op. Vergis je daar niet in. Ik hou hem kort, zo kort als ik kan. Ja. Ik heb het idee dat deze kleiner is dan de vorige vis, maar dat maakt niet uit. Dat geeft niks. Oh, hij is wel echt sterk, hoor. Geen Ubermonster, niet bellen. Nou ja, daar is hij. Ja. Weer in het donker, hè? Ja. Dus morgen gaan we gewoon volgen als we uren maken in het donker. Ja, volgens mij is hij wel klaar nu. Hij is echt klaar, hoor. Ja. Ja, pakken. Hebbes. Wat heb je, Stef? Wow, dit is best een bak, hoor. Jezus. Ja, dit is wel echt lekker, hoor. Eventjes schoenmakertje zo. Gruwelijk beest, man. Ja, of niet? Dat is wel 1,51. 1,51 meter. Oh, ik hou hem niet meer, man. Mijn armen zijn op. Echt wel een prachtige vis. Nou ja. Op naar de volgende zomer, zeggen. Gaaf, man. Jezus, wat vet, hé. Daar ga je. Ja, daar gaat hij ook gewoon dan. Ja, als je hem loslaat, dan merkt hij dat, hè. Ja, daar gaat hij. Dude. Geweldig. Ah, oh, wat gruwelijk. Wat gaaf. Ja, echt heel goed. Oh. Yo, Sim. Yo. What up? Het is 1 uur 's nachts. Stef die heeft een dikke verspeeld. Stef die heeft een mooie van 1,51 vervangen. En we hadden nog één mooie aasvis en die is nu gegrepen door een wat kleiner meervalletje. Ik zie hem al. Ranzig ding. Ja. Het dreft zit mooi voorin. Ik zie het. Yes, hebbes. Nou, kijk. Nou, dat is allemaal toch nog best een eindje vis. Gaaf, hè? Ja, super vet. Zo, wat een mooi beest hier, hè? 1 meter 19. Daar doen we het voor, of niet? Ja, dat dacht ik wel. Moet je zien, man. Wat een prachtbeest. Mooi, hè? Ja, kijk hem aan, joh. Weg. Oh, wat gruwelijk. Tik hem uit. Het is dag 4. De eerste dag van het verleggen van het slaapritme. We moeten een beetje rustig aan doen vandaag overdag. Wat aasvissen zien te vangen, zodat we komende nacht weer, net als de meervallen, keihard er tegenaan kunnen. Ja, dag 4. Witvis vangen lukte echt voor geen meter vandaag. Nee, we hebben dus via een aardige Frans wel aasvis kunnen regelen. Wel wat aan de kleine kant. Die hangen nu onder de dobbers. Hey Stef. Yo. Wat doe je? Ik ben een meervalletje aan het drillen. Cool. Nou ja, we zijn echt volhardend aan de slag gegaan. En goed. Eigenlijk op een nieuw stuk water. Hier waren we nog niet geweest. Een klein meervalletje. Op doorweg. Brrr, meteen door de ratels heen. Ja.
of niet? Ah, ja. Een keertje mokken mag. Kun je het kopschoten misschien? Daar heb je hem. Hopla. Oké, het is toch best wel een mooi vis. Cool man. Ja, echt heel blij mee. Dus het volhouden heeft uiteindelijk tot een aanbeet geleid. Op een nieuw stuk rivier, eigenlijk een heel saai stuk. Hij heeft een kras op zijn flank ook. Grappig. Even nog anders bij kietelen. Oh, ja, gaat hij. Kronkelt hij de diepte in. Mooi hè. Ja, fantastisch. Dag 6, allerlaatste dag van onze trip. Gisteren hebben we dus wonder boven wonder nog een meerval gevangen. En vanavond is de ingrediënten zijn gewoon weer hetzelfde: driften met de aasvissen. En hopen, bidden dat die dobber onderklapt en dat er een gigant aan hangt. We zijn echt aan het einde van onze allerlaatste drift, van onze allerlaatste dag van onze trip. En ik sta iets te drillen, geloof ik. Ja, weer een visje van krappe meter. Maar... Wat bizar, jongen. Wel nummer 6, hè? Ja. Yes! Wow, dit is echt cool. Echt te bizar, dit. Dat is meestal goed. Hoe kan dat nou? Ja, toch wat hier. Ik heb hem. Ja! Best een buikje hoor, daaronder. Wat is zwaar, joh. Ja, dat best is een goede vis, hè? Dat is een zwaar gebouwde vis. Toch nog een prachtige beloning op de allerlaatste dag. Ja. Mooi. Mag die zwemmen? Yes. Ongekend mooi. 1,33 meter. Nou, volgend jaar vang ik je weer op 1,5 meter. Doe maar, jongen. Hopla. Gaat die? Kijk dan. Man. Wij hebben de smaak wel een beetje te pakken met dat meervallen, geloof ik. Ja, meervalkoorts noemen ze dat volgens mij. Ja.